Welkom, wethouder. U bent bij Welzijn Castricum. En het is vandaag Castricum Kookt. Wat brengt u hier? Ja, ik ben bij Stichting Welzijn om te zien wat zij doen allemaal. Ze doen natuurlijk het hele jaar door veel activiteiten, maar nu juist ook in de zomer dat de activiteiten hier gewoon doorgaan. Wilde ik ook gewoon eens kijken hoe dat in de zomer gaat, omdat het dan natuurlijk net een beetje andere tijd is dan de rest van het jaar. De dagen duren langer. Voor sommige mensen is het juist een eenzame periode, omdat bijvoorbeeld heel veel mensen op vakantie zijn en zij zelf dat misschien niet zijn. Dus het is heel belangrijk dat juist ook in de zomer die activiteiten doorgaan. En daarom ben ik hier om daar eens bij te komen kijken. En lekker te eten waarschijnlijk. Ja, en waarschijnlijk moet u ook nog even koken of niet? Ja, ik help graag in de keuken. Ik hou van koken en ik denk dat dat ook heel leuk is om samen te doen. Ja, en bent u een beetje op de hoogte van de activiteiten van Stichting Welzijn Castricum? Zeker. En dat is het hele jaar door heel veel, met alle inloopochtenden. En dan is juist ook nog in de zomer soms net wat anders. En ja, als u nu Castricum kookt, specifiek in de zomer, is dat leuk om daar eens bij te zijn. Maar er gebeurt hier heel het jaar door heel veel en fijn dat het niet stopt in de zomerperiode. Ja. Wat staat er op het menu vandaag? Vanavond wordt het als eerst Chinese tomatensoep als voorgerecht. Als hoofdgerecht gaan we dan nog verder met hoisin noedels. Gewoon een makkelijk noedelgerecht met groentes en gehakt. Wel vegan gehakt, want we koken altijd vegan. En als toetje gaan we voor de ijs slagroom. Ik had hier net nog kletskoppen staan. Kletskoppen erbij. En dan achteraf nog een theetje en een koffie. En dan is dat eigenlijk alweer de avond. Hoe kijkt u aan tegen Stichting Welzijn? Het is, ja, wat u zegt, alles wat er georganiseerd wordt. Het is voor veel mensen iets waar ze waarschijnlijk naar uitkijken om daar bij al die activiteiten te kunnen zijn. En mensen kunnen ontmoeten die je misschien anders niet of moeilijker ontmoet. Dus het is gewoon een heel belangrijke plek voor heel veel mensen. En ik denk dat het voor ook heel veel mensen nog die heel veel activiteiten van de stichting nog kunnen ontdekken. De stichting drijft ook heel erg op vrijwilligers. Is dat ook iets wat u zelf doet? Ik heb zelf altijd wel vrijwilligerswerk gedaan, al is het op school van mijn kinderen. Dat is soms een tijd waarin je er iets minder tijd voor hebt. Maar juist ook in mijn studententijd deed ik bij sportverenigingen vrijwilligerswerk. Dus het is eigenlijk ook iets wat ik met de paplepel heb ingegoten gekregen. Dat het belangrijk is als je nog iets kunt geven om je eigenlijk in te zetten, je medemensen. En er zijn zoveel verschillende soorten vrijwilligerswerk dat eigenlijk voor bijna iedereen wel iets te vinden is wat ook niet als werk voelt, maar gewoon leuk is om te doen. Hoe ziet u eigenlijk de toekomst van Stichting Welzijn Castricum? Heeft u daar een visie op? Nou ja, het blijft natuurlijk altijd heel erg belangrijk dat er activiteiten zijn die door en voor de mensen uit de gemeente gedragen worden. Dus ja, dat blijft heel erg belangrijk. En gaat u nog meer activiteiten van de Stichting Welzijn Castricum bezoeken? Door het jaar door wel. Dan ga ik volgende week nog kezen, maar dat is volgens mij bij de tuin van kapitein Rommel. Maar ik ben hier door het jaar, ik ben nu een paar maanden in functie al verschillende keren geweest, dus dat blijf ik zeker doen.